Ik ben Daniel van Drunen, de oprichter van Fastlane, een start-up die zich bezighoudt met het verwerken van betalingen voor grote festivals en evenementen. En we zijn vandaag bij Free Your Mind in Breda, een van de grootste en opkomende technofeesten van Nederland, waar wij ervoor gaan zorgen dat alle betalingen van bezoekers soepel gaan verlopen. Nou, ik heb Fastlane bedacht omdat ik al meer dan 10 jaar festivals organiseer. En eigenlijk op die festivallocaties toch tegen een bepaalde frustratie aanliep die ik bij bezoekers ook terug zag komen. Namelijk dat je lang in de rij staat voor eten en drinken. En dat eigenlijk allerlei digitale producten het festivallandschap inkwamen. Maar eigenlijk de app voor festivals nog niet bestond. Dus in 2019 begon ik met het maken van die app. Dat ging anders dan gehoopt natuurlijk, want de coronacrisis volgde. Maar het heeft even geduurd, maar we zijn weer op volle kracht. Ons bedrijf is 4 oprichters rijk en we werken met een grote groep aan freelancers die ons door de hele zomer en het seizoen heen helpen. Nou, Fastlane is om te beginnen een manier om heel betrouwbaar pinbetalingen te verwerken. Maar dat is niet het enige wat we doen. Wij bieden namelijk daarbij ook een app voor bezoekers aan waarbij ze onder andere de plattegrond kunnen tonen, de timetable kunnen zien, belangrijke content en berichten van de organisator kunnen ontvangen. En vooral, en daarom heten wij ook zo, bieden wij de mogelijkheid om extra snel eten en drinken te bestellen, zodat je zo min mogelijk tijd op de dansvloer mist. Dit is hoe het werkt. Als je geen zin hebt in een app, wat ik me kan voorstellen als je naar een festival gaat, dan hoeft dat absoluut niet. Het is geen verplichting. Kan je gewoon met je pinpasje betalen, wat verzorgen. Vooral bieden we ook de mogelijkheid om in de Fastlane te komen, in de Fastlane te bestellen. Dat betekent eigenlijk dat we een technologie hebben ontwikkeld waarbij je door te bestellen op je mobiele telefoon vele malen sneller aan de beurt bent bij de bar. We kennen allemaal misschien wel de situatie dat je even moet wachten op een pilsje tijdens het festival. We hebben er eigenlijk voor gezorgd dat dat wachten tot het verleden behoort. Door eigenlijk digitale technologie zo in te zetten dat het de bezoeker helpt, maar ook de organisator. Want die kan eigenlijk meer dan 2 keer zo snel op de piekdrukte bestellingen aan de bar bijvoorbeeld verwerken. Een extra toevoeging bijvoorbeeld, wat met een pinpas niet kan, maar met de app wel, is dat als je op de camping staat van een meerdaags festival, dat je verse koffie en een warm croissantje naar je tent kan laten komen. En zo proberen we echt iets toe te voegen aan de ene kant aan de beleving van de bezoeker, maar aan de andere kant proberen we ook het businessmodel van de organisator te verbeteren. Nou, de manier hoe wij met Vodafone samenwerken is een hele belangrijke en daarmee onderscheiden we ook echt wel ons bedrijf van andere bedrijven, is dat wij vertrouwen op een goed 4G-netwerk. Vodafone levert een product, het IoT-product, waarbij je eigenlijk heel veel simkaarten kunt verspreiden, zoals vandaag hier bijna 60 apparaten tegelijk in de lucht. En die maken allemaal gebruik van éénzelfde internetbundel. Nou, het is aan ons, naast dat de connectiviteit natuurlijk heel erg belangrijk is het aan ons ook om zo goed mogelijk om te gaan met die verbinding. Dus we zorgen dat we maar een heel klein beetje bandbreedte nodig hebben. Maar we zien in de praktijk dat door deze samenwerking met Vodafone onze apparaten het grootste deel van de tijd gewoon prima in de lucht blijven. Op dit moment zijn wij wat je noemt volledig bootstrapped. Dat betekent dat de technici die met ons werken, die zijn echt onderdeel van het bedrijf. En ja, veel ondernemers weten dat techniek heel duur is, maar dat voordeel hebben wij dan in deze wel, dat dat voor ons meevalt. En dat is ook wel heel prettig geweest in die opstartfase na corona, omdat je natuurlijk nooit precies weet hoe snel het zou gaan. En dan is een zware kostenbasis per maand is lastig. Dus ja, wij hopen Bootstrap te blijven groeien en misschien dat er in de toekomst investering gewenst is. Het belangrijkste is dat het in ieder geval momenteel niet nodig is. De belangrijkste visie van deze app uiteindelijk is dat veel bezoekers hem willen omarmen. Wij bieden de mogelijkheid om met een pinkaart te betalen, maar wij zien echt dat dat uiteindelijk secundair is aan het bestellen met de app. Moet je wel in acht nemen dat elk festival anders is, elke bezoeker is anders, dus het zal nooit helemaal overgaan. Maar het is aan ons om leuke dingen te bedenken waardoor die stap naar een app aantrekkelijker wordt.